De Syrische voorkramers laten hun oog nu vallen op de Ledengangkai en het terrein waar ook Summerfest georganiseerd wordt. Ze willen daar de eerste jaren wel naar uitwijken met de voor, want de twijfels over de stabiliteit van de kaimuur ter hoogte van de Mexiconatie worden steeds groter. Die locatie leek in juni nog de meest haalbare, maar Waterwegen en Zeekanaal onderzoekt dat nog. De Singse voorkramers vinden de zuidelijke kaaien alleszins een goed alternatief voor de gedempte zuiderdokken na de herstelling van de kaaimuur over enkele jaren. Vanaf volgend jaar mogen ze voor het eerst niet meer staan op de zuiderdokken. En er wordt dus naarstig gezocht naar een nieuwe locatie. De stad treft alle voorbereidingen om de Sinkse Voor volgend jaar op Parkspoor Oost te laten organiseren, maar dat zien de voorkramers nog steeds niet zitten. Zij hopen dat de Raad van State zal beslissen dat de Voor nog wel op de gedempte zuiderdokken mag staan.